Yo mensen, super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Binkers Gamer, dat kun je ook wel aan me zien. En vandaag heb ik een super speciale en vette aflevering. Want we gaan sowieso vandaag, kijk maar hier, Bo unlocken. Voor mensen die niet weten wie Bo is, dit is Bo. Oh, nog 9, 1 gevecht. Als we 1 gevecht winnen, dan hebben we mensen. En ik heb ook wat meer gespeeld met Dynamite. En hij is nu rang 7. En we hebben nu ook 20 dozen om te openen volgende video. Wauw, wauw, wauw mensen. Ja, de tokens daar zijn op. Maar ik verdien nu gewoon de tokens hier bij opdrachten. Als ik nog 2 gevechten win met Dynamite, krijg ik er gewoon weer 500 bij. Waarom niet? Ik ben super excited over deze video, want ik moet jullie niet omver gooien. Maar het is gewoon super vet. Ik bedoel, gewoon bijna Bo. Die gast die net afging, Nani, zo heet hij. Zo heet die gast die afging. Tenminste, dat is hoe die online heet. Oh, oeps. Ik ben veel beter geworden met Dynamite. Ik ben er echt niet meer slecht mee. Het was eerst mijn allerslechtste en nu ben ik er best wel goed mee. Hij is 5 rangen omhoog en we hebben onze eerste punt. Niet eens gescoord door mij, dat is wel jammer. Oh nee, 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 nee. Ze mogen niet bij ons scoren, want dan kunnen we gaan verliezen. Nee, we gaan verliezen, we gaan verliezen. Een punt dan, een punt gaan we verliezen. Maar die laatste punt gaan we even scoren hoor mensen, want hey, we zijn geen bange poeperts. Die denken, oh, we gaan wegvluchten en het gaat ons niet lukken. We gaan naar het gevecht toe en kijk, het is ons nu al gelukt. We hebben nu al Bo, volgens mij. Oh nee, letterlijk nog 1. Letterlijk nog 1 trofee en we hebben Bo. Jongens, kijk dan eens. 2-9-9-9-9. Nog 1 en we hebben Bo. Oh, dit is spannend. Oh, zo excited. Volgende gevecht dan maar. In 1 keer. Als jullie mensen op de achtergrond horen. Ik heb familie en die wonen. En ik woon bij mijn familie thuis. Want ja, ik ben ook nog maar een kind. En dus zijn dat de mensen die je op de achtergrond kan horen. Waarom ben je verdrietig? Ik ben blij. Waarom ben ik blij? Ik ga af. Letterlijk, ik ben blij terwijl ik afga. Andersom, ik ga af terwijl ik blij ben. Oh nee, een punt voor de vijand. Oh nee, 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 nee. Hier, ja, lekker. Oké. Die Shelly is af. We gaan ervoor zorgen dat ze bij hun daarvoor af is. Een stuk is. Oh, is al stuk. Oké. Okay. Dan gaan we gewoon even bij ze scoren. Scoren alsof het niets is. Ja, nee, dat gaat niet zo makkelijk. Als ik had gehoopt. Oeh, de vijand is hier wel sterk hoor, mensen. Sorry als ik niet zoveel praat, maar ik moet gewoon heel erg goed concentreren, want dit is echt vet spannend. Oké, go, 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 go. Oh, lekker, een punt voor ons. We hebben nog 1 minuut. Kunnen wij binnen 1 minuut scoren of gaan we binnen 1 minuut verliezen? Nou, waarschijnlijk gaan we niet binnen 1 minuut verliezen. Ik heb de bal, ik heb de bal. Jongens, ik heb de bal, ik heb de bal. Go, 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 go. Nee! Oh, net toen ik met de bal schoot, gingen ze weg. De reden dat ik trouwens knokbal speel is omdat ik zo nog wat extra tokens kan verdienen om extra kisten te krijgen. Oh, knokdozen bedoel ik. En megadozen. Dat soort dingen. Grote rozen, gewone knokdozen. Van alles. We hebben er al 20 mensen. Oh ja, ik heb ook de Brawl Pass gekocht. Ja, de Brawl Pass. Die ga ik gewoon elke keer kopen. Maar ik denk niet elke keer in het begin. Want ik heb ook niet zoveel geld. En ik moet er ook nog voor sparen. Ja. Helaas. Maar ik heb nu wel de Brawl Pass. Dus we kunnen nu Search krijgen. Search. Oh, vet, vet, vet. Zo vet. Search, als we die gaan krijgen. Oh, hopelijk zijn we daar nog op tijd mee.
Oh, extra tijd, extra tijd. Oké, go, go, go. Ja, even uit de weg, Shelly. Jij mag ook weg. Oh, nee. Die moest niet weg. Alleen van hun moesten weg. Niet van ons. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nee, dit gaat niet gebeuren. Dit gaat niet gebeuren. We gaan niet nu... Oh, nee. Een seconde te laat. Een hele seconde te laat. En ik ben terug in de game. Oh, nee, 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 nee. Dit mag niet gebeuren. Ze mogen niet bij ons gaan scoren. Boom. Allebei weg. Gewoon dubbel, dubbel kill. Oké. Ik ben beter geworden in Brawl Stars, maar nog niet echt supergoed. Ook ik ga nog aardig vaak dood. Heel vaak eigenlijk wel. Veel vaker dan de bedoeling is. Maar ik ga ook heel vaak echt helemaal voor de aanval. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nee, dit mag niet gebeuren. Zo, boom. Die is weg, weg. Goed, sorry, ik al. Go, 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 go. Ik ben echt heel excited. Gevecht afgelopen. Oh, nee. Het is gelijk spel. Yo, het is gewoon gelijk spel. Guy. Goed. Oh, we kunnen al een knokbal ook niks meer verdienen. We kunnen even verder gaan in knokbal. Of we gaan duo showdown spelen. Oh, dit is zo spannend. We doen er nu al best lang over. Waarom gooi ik op een muur? Oh, nee, nee, nee. Ik reken met die dynamite af en die andere ik ga wel voor de kist. Zo spannend, mensen. We mogen trouwens ook echt niet verliezen. Dat mogen we überhaupt nog niet. Maar ook als we verliezen, dan raken we ook weer trofeeën kwijt. Hopelijk gaat deze video überhaupt wel lukken. Ik bedoel, dat zal wel heel erg zijn als het niet gebeurt. Ah, volgens mij ga ik... Wat? Oh, wat? Wat? Nee. Ik ben gewoon een hele trofee kwijt. Oh, ik moet er nu nog 2. Oh. Goed, ik ga weer even knokbal spelen hoor. Ik bedoel, hé, dat is wel echt nog. Daar ging het wel de laatste. Daar ging het wel echt lekker. Oké. We gaan trouwens pas al die kisten openen. Mijn vriend Yasin, die was ook de hele tijd aan het zeggen: ik vind het zo moeilijk. Hoe kun je er nou tegen? Hoe kun je er nou tegen dat je niet. Dat al die kisten. Je hebt niet 20 kisten. Hoe kun je die nou niet openen? Nou, ik zeg, nou, het spijt me, maar het duurt gewoon heel lang en ik moet er gewoon voor sparen. Maar pas als dit Brawl seizoen is afgelopen, dan pas ga ik ze openen. Oh, weten jullie wat er nu aan de hand is, jongens? We hebben hem. Officieel, we hebben hem. Holy moly. En ook een extra kist er gewoon bij, kijk maar. We hebben hem. 500, oh my god. Nou, naar wie zou ik die sturen? Ik ga het sturen naar Dynamike. Ik ben er de laatste tijd echt veel mee aan het spelen. Ik ga gewoon gelijk weer sparen voor de volgende. Oh, mensen. Holy moly. Oh nee. Yeah, Bo! Bo schiet 3 explosieve pijlen op zijn doel af. Met zijn superaanval verbergt hij 3 explosieve mijnen onder de grond. Oh my gosh. En we zijn ook goud. We hebben de 3000 trofeeën en Bo. Oh my god, Bo. Wojo. Ik ga geen potje meer spelen, want ik ben veel te bang om te verliezen. Maar ik ga hem wel even uittesten hoor. Zo vet, mensen. Ik had wel verwacht dat het ons zou lukken. Maar als het ons niet zou lukken, dan zou dit wel echt een vreselijke video worden. Wauw, oké. Dat is mijn gezichtje, oké. Hij schiet dus echt 3 explosieve pijlen af, wat ik zei. Tegen meer bij elkaar is het handigst, denk ik. Nee, dat zijn niet mijne. Als ze meer bij elkaar zijn, dan gaan ze allemaal af en maken die ze allemaal af. Tegen iemand die aanvalt. Het is ook onzichtbaar voor die ander. Dat is echt zo nice. Zo chill. Oh. Alleen ik vind dat hij nog niet heel veel damage doet. Oké. Nou, ik vind het een geschikte video. Ik ben er super blij mee. Super tof dat jullie keken naar deze nieuwe video. Hier op mijn YouTube kanaal. Waar ik Bo
heb ontgrendeld. En dan zeg ik...